Zo, welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Raadspensionarissen. Zoals je hoort, ben ik alleen. Mijn mattie is ziek, helaas. Donnie zit ziek thuis. Ja, te veel airco, hete dagen, te veel airco. Dus ja, die heeft nu last van zo'n beetje alles. Dus je zult het vandaag met mij moeten doen. Ja, dat is jammer, want het is de 10e aflevering alweer. Dus echt super gaaf dat jullie er allemaal weer zijn en dat jullie allemaal luisteren. 10e aflevering, we hadden echt speciale dingen in gedachten. Vuurwerk, whatever. Maar ja, helaas, toen ziek. Dus dat gaat het niet worden. Maar dat betekent niet dat we minder informatie voor jullie hebben. We hebben natuurlijk nog steeds samen alle onderwerpen uitgezocht. Dus ja, die zul je vandaag van mij krijgen. En dan gaan we maar eens gelijk naar de quizvraag kijken van vorige keer. En dat was natuurlijk: welk bloedbad wordt elk jaar in Frankrijk gevierd? En we hebben besloten om er een... we wilden er echt een main item van maken. Maar dit is meer Donnie's ding. Minder mijn ding. Dus ik ga een klein stukje behandelen over de bestorming van de Bastille. Want dat is natuurlijk wat er vandaag... Wat de 14e... er gevierd wordt. En de bestorming van de Bastille is natuurlijk... De start eigenlijk van de Franse Revolutie. En met de start van de Franse Revolutie is het weer belangrijk, omdat het eigenlijk alles brengt wat we nu in de wereld hebben aan democratie, vrijheid en grondrechten en weet ik het allemaal. Dus, maar we gaan daar zo verder naar kijken. Eerst wil ik de luisterpost behandelen. Ik had wat feedback gekregen, namelijk kreeg een inzending dat de Berlijners, had ik natuurlijk gezegd, het lijkt wel of ze de Tweede Wereld zijn vergeten. En of ze dat dus niet ook benoemen in Berlijn zelf. Ik vond zelf dat ze meer de slachtofferrol op zich namen. Nou, iemand was daar niet helemaal mee eens. Het was niet zijn ervaring. Zelfs beweert hij dat er weinig landen in de wereld zo eerlijk en kwetsbaar omgaan met hun zwarte bladzijders uit hun vaderlandse geschiedenis als dat de Duitsers dat doen. Dus nou, bedankt voor je inzending. Ik was er natuurlijk een dag, / anderhalve dag. Dus ik heb wel specifiek natuurlijk niet alle museums kunnen bezoeken die ik had willen bezoeken. Maar ja, het zij zo. Dus misschien heb ik juist die punten gemist. Wie weet, bij een volgend bezoek zal ik tot een andere conclusie komen. Daarbij, over TBC hadden we het vorige keer gehad. Het komt nog steeds veel voor. Dus het is niet zo dat de ziekte helemaal weg is. Dus uitgeroeid. Het komt vooral voor in de Afrikaanse landen. Maar denk ook in Nederland gewoon bij mensen die met contact komen. Een inzending van iemand die zelf op bijvoorbeeld scheepvaart heeft gewerkt. Waar ook vaak mensen uit andere landen werken. En daar kan je dus nog steeds TBC bij oplopen. Daarnaast, dat is echt de laatste keer dat we het erover gaan hebben. Maar het vrijheidsbeeld. Uit Frankrijk voor het Suezkanaal. Waarom, zeg maar, dat stukje. Kregen we ook een soort feedback eigenlijk, hoe dat nou tot stand is gekomen. En dat is dat de Fransen het Suezkanaal mede hebben ontworpen. Dus nou, dat vond ik wel, dat ik dacht van nou, nu moeten we even alles de wereld uit helpen. Dus ik heb er onderzoek naar gedaan. En wat blijkt inderdaad, het Suezkanaal is gebouwd door de Egyptische en Franse overheid. Vandaar dus ook dat vrijheidsbeeld in eerste instantie bij het Suezkanaal zou komen. Maar we moeten eens kijken naar het Suezkanaal, want het idee voor dat kanaal is eigenlijk al begonnen onder de Perzen, onder Darius de Grote, en dat is dus al 500 voor Christus was dat al. En die was dus al begonnen met het graven van een kanaal tussen beide zeeën, tussen de Middellandse Zee hoe heet die andere zee, weet ik veel, maar geen aardrijkskundige. Maar in ieder geval, hij begon met het graven van een kanaal. Met het idee dat de Perzische handelaars van Persis tot aan de Middellandse Zee konden varen. En door dat kanaal kon hij de relaties met Carthago ook onderhouden. Nou, Carthago is, dat was een beschaving totdat het compleet door de Romeinen van de kaart is geveegd. Echt letterlijk gewoon met de grond gelijk gemaakt. En alle volken die daar, of het volk dat daar leefde, tot slaven gemaakt, / uitgemoord. Dus vandaar. En de Perzen wilden dus een relatie met de Carthagen onderhouden. En daarbij de kusten van Sicilië en Italië verkennen. Er is een verslag van Herodotus. Waar eigenlijk wordt gesteld dat de farao
van Egypte dus is begonnen met de aanleg van het kanaal. En dat het project eigenlijk werd voltooid door koning Darius. Dus dat is weer net iets anders dan wat er net natuurlijk is vastgesteld. In ieder geval tenminste, als je zegt Darius de Grote is het begonnen. Eigenlijk zou dus die farao zijn begonnen en is het project afgemaakt door die Darius. Maar goed, dat is natuurlijk het oude kanaal in de oudheid. En het graven van het nieuwe kanaal is eigenlijk is verbonden aan de naam Ferdinand de Lesseps. Dat was een Fransman. En het eerste ontwerp van die doorgraven van het kanaal is eigenlijk gemaakt door een Egyptische ingenieur Linan B. En Lesseps heeft dat eigenlijk verder gestimuleerd. In eerste instantie was het kanaal ook in bezit van de Egyptische en Franse overheid. Naar schatting hebben er 1,5 miljoen Egyptische arbeiders meegewerkt aan het project. En rond de 30.000 stierven er tijdens het graven van dat project. Dus echt de wet op arbeid, hoe zeg je dat? Arbeidsveiligheid, dat was er dus nog niet echt. Grotendeels trouwens als gevolg van cholera, ook weer een besmettelijke ziekte. Maar omdat Egypte zich in de schulden werkte, als gevolg van moderniseringswerken in zijn land, door de leider eigenlijk, besloten ze om hun aandeel te verkopen. En dat aandeel ging naar het Verenigd Koninkrijk. En zo komen dus die Britten ook in Egypte. Dus dat is heel interessant hoe die connecties dus allemaal zitten. Dus en uiteindelijk in 1882 trokken de Britse troepen het gebied binnen om hun belangen in het kanaal te beschermen eigenlijk. En zo kregen zij dus ook het land Egypte en het Suezkanaal in handen. En dat was uiteraard heel erg belangrijk voor het Britse imperium. Want als je een beetje aardrijkskundig bent aangelegd, dus iets beter dan ik ben, dan weet je ook dat India, aan die andere zee ligt. Nou kan ik het niet hebben, dan ga ik die zee ook opzoeken. In ieder geval India die ligt aan de andere kant van die zee. Dus is het voor de Britten eigenlijk een belangrijk stukje. Omdat je natuurlijk anders om Frankrijk om Afrika heen moet. Het gaat om de Arabische Zee en de Rode Zee. Dus je ziet dat de Middellandse Zee dan verbonden wordt door de Rode Zee. Zodat ze binnendoor kunnen varen naar India. Dus dat scheelde echt in die tijd voor mij wel een aantal weken. En anders moesten ze dus om Afrika heen. Dus dat is zeer belangrijk om dat Britse imperium in India te beschermen. Overigens kregen we ook nog een berichtje dat het idee om via Nova Zembla eigenlijk te varen geen gek idee was. Omdat, zeker als je kijkt nu naar de opwarming van de aarde, dat het misschien best wel eens zou kunnen dat die route dus binnenkort bevaarbaar is. Dus dat is ook wel een interessant punt. En dat was eigenlijk de feedback die we dus kregen, de luisterpost die we kregen van de vorige afleveringen. Er was ook nog een vraag namelijk, van hoe zit het met de geschiedenis voordat Nederland een koninkrijk was? En dan stond er in de tweet, want het was via Twitter, vooral Philips II. Moet het daar wel even duidelijk in zijn dat Nederland pas in 1815 een koninkrijk is geworden? Daarvoor was het altijd een republiek. Hè? Republiek der Verenigde Nederlanden. Dus de vraag is natuurlijk Philips II. Dus ik ga gewoon even een klein stukje geschiedenis van Nederland doen trouwens. Fuck it. En eigenlijk laten we helemaal teruggaan naar whatever de laatste twee ijstijden. Want toen is het Nederlandse landschap eigenlijk gevormd. In de steentijd, zo'n 2,5 miljoen jaar geleden tot 10.000 voor Christus, zou er sprake zijn van een herkenbare Nederlandse identiteit. Nou, vooral jagers-verzamelaars kennen we natuurlijk uit die tijd, de Neandertalers. Nieuwe steentijd, 10.000 voor Christus begon dat. Ja, dan kreeg je dus geen jagers-verzamelaars meer, maar werd het meer sedentaire levenswijze. Dus sedentair betekent dat je ergens op één plek blijft. Het gekke is dat het rond 4500 voor Christus tijdelijk door onbekende oorzaak eigenlijk verdween. En je ziet eigenlijk dat in het laat Neolithicum dat dan er weer wat culturen terugkomen. Dus dat is de ijzertijd. Dat is de late steentijd. Zijn de standvoetbekercultuur en ook de klokbekercultuur. En die laatste die ken je waarschijnlijk wel beter. Zijn in Zuid-Nederland te onderscheiden. Ze zijn vernoemd trouwens naar de manier dat ze hun potten maakten. Dat moet je maar een keer opzoeken.
Het is ook mogelijk trouwens dat deze culturen het wiel hebben geïntroduceerd, waardoor de handel over land toenam. Dus dat is ook wel een interessant stukje. Ik kon niet echt opmaken. Ik denk niet dat het wiel echt uitgevonden is door hen, maar wel geïntroduceerd. In de bronstijd, dat is 3000 tot 800 voor Christus, zie je dat er in Nederland andere culturen komen. En je ziet dat er eigenlijk vooral welvaart in Drenthe is, waarbij waarschijnlijk een belangrijke handelsroute liep tussen zuidelijk Europa, de Oostzee en Scandinavië. In de ijzertijd waren de gewesten eigenlijk een randgebied van de Keltische expansie, die eigenlijk rond 1000 voor Christus haar oorsprong had gevonden in Centraal Europa. Nou, deze Kelten hadden een klasse van elen die hun macht deelden met stamhoofden en druïden. En ze heersten op die manier over de plaatselijke bevolking. Nou ja, dan heb je ook nog de ooggetuigenslagen van de Romeinen. Dus we gaan alweer een stapje verder. En dat is wel interessant, want ik denk dat daar, als we het dan hebben over Nederland, dat daar toch wel een soort grondlegging ligt. Ik ben natuurlijk zelf ook wel eens een keer in Nijmegen geweest op dat, op die plek waar de eerste Romeinse nederzetting gebouwd is. En dat is dus in Nijmegen en dat heette in de Romeinse tijd Novium Magus. En daar is een van de eerste steden opgericht en dat heette het Oppidum Batavorum, oftewel de stad der Bataven. En dat ligt rond het huidige Valkhof. En dat is rond het begin van de jaartelling is dat eigenlijk daar neergezet. En daar woonden de Bataven. En vaak wordt gezegd tegenwoordig dat die Bataven dat eigenlijk de oorsprong is van de Nederlandse bevolking zoals we die nu kennen. Zij konden namelijk ook heel goed zwemmen. Zo zijn er ooggetuigen verslagen van een gevecht, waarbij dus troepen aan de overkant van de rivier een beetje stonden uit te lachen, die Bataven. En dat die Bataven gewoon met paard en al het water in gingen. En dat paard aan het zwemmen was en die Bataven ernaast aan het zwemmen was. Er waren dus vier krijgers. Ja, de vraag is natuurlijk, is dat propaganda voor nu? Of vanuit nu? Hè, dat die Bataven onze voorouders zijn. Dus hoe erg kan je dat zeggen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Zijn Romeinen dan ook de voorloop van de Italianen? Weet je, het is zoveel gemixt. Maar goed, het is een mooi verhaal natuurlijk. Laten we dat vooropstellen. Andere volken ook trouwens zijn namelijk de Friezen. Die woonden langs de kusten. De Saksen woonden in het oosten. En de Franken woonden in het zuiden van Nederland. En vooral de Franken zijn belangrijk. Want hier begint echt zeg maar een beetje de geciviliseerde geschiedenis. Als je natuurlijk even de Romeinen niet, als je die wegdenkt, die hadden een limes hadden die opgetrokken halverwege Nederland rond de rivieren. Dus daaronder was alles geciviliseerd. Daarboven kan je allemaal barbaren noemen of hoe je het ook noemen wil. En keizer Karel de Grote wist eigenlijk als eerste de Friezen en de Saksen aan zich te onderwerpen. Waardoor er een soort, ja sowieso verspreidde natuurlijk het christendom, maar daar ontstond echt een soort land. Een soort Nederland ontstond daar, dat het gebied onder één leider kwam, om het zo maar te zeggen. Maar goed, Karel de Grote, het nadeel van feodalisme, als jullie hebben opgelet, weten jullie wat feodalisme is? Feodalisme is, aangezien de Romeinen natuurlijk, het Romeinse Rijk viel weg. Dus er komt, dat geld verdwijnt, handel verdwijnt, dat soort dingen, dat is allemaal het gevolg daarvan. En Karel de Grote is op een gegeven moment, geeft hij een stukje land aan een van zijn krijgsheren in ruil voor zijn diensten. Dus die krijgsheer vecht voor Karel de Grote. Hij geeft Karel de Grote ook raad. Karel de Grote die zorgt dat hij een stuk land krijgt en die beschermt uiteindelijk ook zijn heer. En dat noemen ze dan het feodalisme. Maar het nadeel daarvan is dat alles op een gegeven moment overgaat op de zonen van die heren. Dat is in eerste instantie niet de bedoeling. Als zo'n heer doodging zou het land teruggaan aan de koning. Die kon dat opnieuw ergens aan iemand geven. Dus dat speelt mee. Maar je ziet ook als Karel de Grote doodgaat, dan wordt het land wat hij heeft veroverd, wordt verdeeld onder zijn zonen. Nou, dat zijn er drie. En bij het verdrag van Verdun in 843 werd dat Frankische Rijk dus verdeeld tussen drie kleine, of ja, eigenlijk kleinzonen zelfs al van Karel de Grote. Het huidige Nederland kwam bij Francia Media. Nou, je hebt het midden. Je hebt het linkerdeel dus van het Frankische Rijk, het middenste gedeelte waar dus het huidige Nederland bij hoorde en het rechtsdeelte. En dat is dus het linkerdeelte is eigenlijk het latere Frankrijk. Het rechtse gedeelte is eigenlijk het latere het Heilige Roomse Rijk, waar ook het Habsburgse Rijk een deel wat een deel uitmaakt van het Habsburgse Rijk. Dus ja, je ziet dat op die manier zie je dat ontstaan. Dus dat je eigenlijk tot aan de periode van
dat Nederland onafhankelijk werd, onderdeel was van een ander rijk. Ik hoop dat jullie er nog zijn. Het is een lang verhaal, maar we komen nu echt bij de kern. Want er is ook een stam, de Bourgondiërs. En die hebben een gedeelte van het land in... dit is trouwens nog steeds een provincie, de Bourgondische provincie in Frankrijk. En de Bourgondiërs die begonnen best wel succesvol en ze hadden dus ook Nederland veroverd. En dat viel dus onder Karel de Stoute. En die Karel de Stoute, die had een enorme expansiedrang. Uiteindelijk was hij daardoor ook dood gegaan. En in 1477 sneuvelde hij dan ook. Zijn vrouw is dan op dat moment zijn erfgenaam. En ja, we moeten een beetje doorspoelen. En je ziet eigenlijk dat op een gegeven moment komt... Maximilian van Habsburg komt om de hoek eens kijken. En dat is een van de Habsburgse rijken. En Nederland hoort op een gegeven moment onder het Habsburgse Rijk. Spanje valt er ook onder. Vaak wordt natuurlijk gezegd, hè, we zijn ons los gaan maken van Spanje. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zo. We zijn ons los gaan maken van de Habsburgers, waar Spanje ook onder viel. En aanvankelijk zou natuurlijk eigenlijk Nederland onder Bourgondië vallen. Maar goed... De leider van Bourgondië is overleden, hebben we net vastgesteld. Zijn vrouw is eigenlijk de enige erfgename. En door middel van huwelijkspolitiek kan natuurlijk ook een land overgaan. Nou, dat was in dit geval, hadden Nederland eigenlijk in Franse handen kunnen vallen. Maar Lodewijk de XI, die dreef eigenlijk de erfgename van die Karel de Stoute, die Maria van Bourgondië, in de armen van Maximiliaan van Habsburg. En zo komt dus eigenlijk Nederland in Habsburgse handen. Uiteindelijk, door middel van toeval eigenlijk ook, zie je dat Karel de Vijfde, de kleinzoon van die Maximiliaan, het Spaanse Wereldrijk erft op verschillende manieren. En dan is dat Habsburgse Rijk is dus ontstaan, waaronder Spanje, waaronder Nederland, stukken van Duitsland. En zo zie je eigenlijk dat wij daar komen. Nou, wat is er nog meer aan de hand natuurlijk? Aan de ene kant hebben we politieke dingen. Die Habsburgers die willen eigenlijk de politieke centralisatie. Ze willen de centralisatiepolitiek invoeren. Ze willen dus vanuit één punt willen ze het Rijk besturen. En dat iedereen daarnaar luistert. Dat in tegenstelling tot wat Nederlandse gewesten. Dus de Nederlanden, als we praten over de Nederlanden, hebben we natuurlijk over de Benelux. Dat die Nederlanden eigenlijk meer gewend zijn om... onafhankelijk te zijn, om een beetje zelfbestuur te hebben. Dus die zijn eigenlijk tegen dat centralisatiepolitiek. Wat is er nog meer aan de hand? Wat nog meer een trigger is voor de 80-jarige oorlog, is natuurlijk Johannes Calvijn. Maarten Luther, die dus met hun... Ja, die eigenlijk tegen dat katholieke geloof zijn en nieuwe geloven stichten. Nou, Maarten Luther, die had in zijn Lutheranisme nog dat je wel trouw moest zijn aan de koning. Maar Johannes Calvijn... is dat dus niet. En die zegt van ja, weet je, als een god of als een koning of als een iemand die voor jou moet zorgen eigenlijk slecht voor jou is, mag je hem afzetten. En daarmee zien we dus dat op het moment dat die Karel de Vijfde en later zijn zoon Philips de Tweede Nederland sterk in zijn macht willen krijgen, dus centralisatiepolitiek toepassen. Maar Karel de Vijfde ziet zichzelf ook nog als de voorvechter voor de contra-reformatie, oftewel voor het katholieke geloof. Hij wil die andere geloven uitbannen. Dan zie je dat er in Nederland zoveel weerstand ontstaat. Dat ze, ook met de gedachtegoed natuurlijk van Johannes Calvijn, van het Calvinisme. Dat ze zeggen, wij willen Philips de Tweede, Karel de Vijfde eerst. Natuurlijk daarna Philips de Tweede niet meer als onze heerser. We gaan op zoek eigenlijk naar een nieuwe heerser. Dat was het in eerste instantie het idee. Maar goed, niemand wil dat opstandige gewestje in Nederland hebben. Dus uiteindelijk zijn we het maar zelf gaan doen. In eerste instantie natuurlijk met als voorvechter Willem van Oranje. Oorlog zat er niet helemaal in dat we dat per se zouden winnen. Nou zeg ik weer we, maar dat de Nederlanders dat zouden gaan winnen. Er is ook nog een splitsing geweest in de Unies. Unie van Atrecht, Unie van Utrecht. Waarbij de Unie van Atrecht zegt, nee, we blijven trouw aan de Spaanse koning. Dat is meer het zuiden. Zuiden zijn wat katholieker, zie je nu nog steeds. En de noorden gewesten die gaan samen in de Unie van Utrecht. En die zeggen, nee, we willen echt een andere koning. En zo ontbreekt dus die 80-jarige oorlog uit.
En eigenlijk dankzij de Imperial Overstretch. Imperial Overstretch is echt een hele belangrijke term die je vaak terug zal zien, ook nu nog. Hè. Dat betekent dus dat je Imperium te groot is. Dat je daarom dus geen... Dat je troepen te uitgespreid zijn en dat je dus het allemaal niet meer kan behappen om dat te besturen. Zie je ook met Spanje, met dat Habsburgse Rijk. Waardoor dus Nederland zich eigenlijk kan vrij vechten. Spanje die heeft ook... Eigenlijk de Habsburgers hebben ook vaak nog oorlog met de Ottomanen. Nou, oorlogen kosten gewoon veel geld. En op dat moment zijn het vaak huurlegers. En je ziet dat die huurlegers niet meer betaald kunnen worden. Dus op die manier zie je dus tot aan dat Nederland de Republiek wordt. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat is eigenlijk daar de geschiedenis. Nou, daarna zie je natuurlijk nog... de Gouden Eeuw hebben we nog. En je ziet dat daarna, na de Gouden Eeuw, dat Nederland ook voert veel oorlogen. We zijn een tolerant land. Daardoor kwamen er heel veel vluchtelingen, politieke vluchtelingen, maar ook geestelijke vluchtelingen. Dus andere gelovigen kwamen naar Nederland. Ze konden in Nederland hun geloof gewoon, konden ze gewoon belijden. Dus je ziet dat heel veel mensen ook bijvoorbeeld uit Antwerpen vluchten, de kooplui. Die vluchten naar Nederland, ook omdat wij natuurlijk Antwerpen geblokkeerd hadden, of de Nederlanders hadden Antwerpen geblokkeerd. Dus die vluchten naar Amsterdam, die nemen hun handelscontacten mee. Dus je ziet dat iedereen, alle volken, verliest een hoop mensen eigenlijk, een hoop inwoners aan de nieuwe republiek. En daardoor kan de nieuwe republiek enorme macht uitoefenen op zee, ook dankzij allemaal technologische vernieuwingen. Maar goed, je ziet op een gegeven moment na de Gouden Eeuw zie je dat eigenlijk de landen om ons heen, vooral Engeland en Frankrijk, dat die beginnen een beetje in te lopen weer op Nederland en die gaan er overheen. Ze worden gewoon groter dan Nederland. Heeft ook mee te maken trouwens dat Willem III Engeland verovert en daarmee koning wordt van zowel Engeland als Nederland. Hij verplaatst het belangrijkste handelscentrum van Amsterdam naar Londen. Dus hij neemt die handelscontacten weer mee. Daardoor zie je dat Engeland later dus over Nederland heen gaat. Nederland probeert nog wel met grote slagschepen en grote oorlogen en coalitieoorlogen probeert hij dat Engeland en later ook Frankrijk proberen ze dan er een beetje onder te houden. Maar het lukt ze niet. Het kost te veel geld en eigenlijk zakken we weer in, kakken we weer in naar... Ja, eigenlijk krijgen we de macht die ons kleine landje maar hoort te hebben als je kijkt naar de grootte van het land. En dan heb je de Franse Revolutie. Maar goed, dat is een onderwerp voor straks. Ik heb nu al heel veel zitten vertellen. Eigenlijk vooral over de Nederland. Ja, het is gewoon echt super interessant eigenlijk, dat Nederlandse geschiedenis. Ja, je kan er een uur over vertellen. Maar hier wil ik het even bij laten voor de Nederlandse geschiedenis. Misschien straks nog een stukje als we het hebben over de Franse Revolutie. Dat we daar dan nog iets kunnen vertellen. Eerst wil ik even kort kijken naar het nieuws. Er waren een aantal nieuwsberichten die mij opvielen. Eén daarvan was dat de replica van de Batavia, oftewel het 17e eeuwse schip, groot schip was dat van Nederland, dat eigenlijk voor de kust van Australië ligt te vergaan. Of tenminste, dat is wat ik nu, dat klopt niet. In 1629 verging dat schip voor de Australische kust. Het is natuurlijk opnieuw gemaakt. Het is opnieuw nagemaakt. Het is een replica uiteraard. Maar dat wordt nu bedreigd door rot en schimmel. En het heeft eigenlijk alleen maar volgens kenners een goede toekomst als we het gaan beschermen tegen hemelwater. Het zit nu dus vol rotte schimmel en het heeft gewoon geld nodig om dat schip te behouden, die replica te behouden. Dus als je te veel geld hebt liggen, dan stel ik voor dat je daar wat heen stort. Het viel me ook op trouwens dat de Japanners weer walvissen gaan vangen. Ja, waarom is dat nou zo belangrijk voor de Japanners, die jacht op walvissen? Nou, dat heeft eigenlijk twee aspecten. Namelijk de ene is dat de Japanners gewoon graag walvisvlees eten. Het is een soort prestigeproduct. Hè? Als je hier kreeft misschien, kun je het mee vergelijken. Dat het echt iets is wat laat zien dat je rijk bent. Aan de andere kant is het ook een soort traditie. Hè? Een soort vaderlandse trots. Dus daarom willen die Japanners eigenlijk weer gaan jagen. Nou, was er een verbod op. Nou, dat omzeilden ze door te zeggen dat ze voor wetenschappelijke doeleinden walvissen deden jagen. Maar goed, dat was natuurlijk gewoon een verkapte manier om toch walvissen te jagen. Want een hoop van dat vlees ging uiteindelijk naar de restaurants van die walvissen die ze voor zogenaamde onderzoeksdoeleinden hadden gevangen.
Ja, maar eigenlijk zie je, als we even verder terug gaan, dat mensen eigenlijk heel hun leven al jagen op walvissen sinds prehistorische tijden. Archeologische vondsten in Ulsan, dat is in Zuid-Korea, laten eigenlijk al zien dat er harpoenen en lijnen en boeien zijn die rond 6000 voor Christus werden gebruikt om walvis te bejagen. Dus dat is best wel interessant. Ook werden op een bepaalde manier werden die walvissen naar de kust gejaagd met kleine bootjes en daar werden ze dan gevangen genomen. Het ging dan uiteraard wel om kleinere soorten. Ja, we zien ook trouwens dat Trump een bezoek heeft gebracht aan datzelfde Korea, als we het dan toch over Korea hebben. Dat is op zich wel bijzonder. Ik ben benieuwd wat er uitkomt. Ik heb echt geen idee. Maar ja, laten we het in de raad houden. Ja, dat waren eigenlijk de belangrijkste nieuwsdingetjes. Even in het kort, we proberen toch wat minder algemene dingen, toch wat specifieker op bepaalde dingen in te gaan. Ik hoop dat je het nog een beetje voluit met mij als enige praten. Ik kan me voorstellen dat ik ja, dat je denkt van gast, serieus. Maar goed, hopelijk kan je naar me luisteren. Er zijn nog een aantal belangrijke data. Ik heb een aantal gepakt. 8 juli 47 zie je dat de Amerikaanse luchtmacht een persbericht uitbrengt. En dat er in Roswell een New Mexico een vliegende schotel geland is. Nou ja, het is natuurlijk. Het gaat helemaal in fantasie. En heel veel fantasie. En er zijn heel veel complottheorieën over. Dus dat is wel interessant. Eigenlijk zien we ook dat. Op 10 juli Willem van Oranje wordt neergeschoten door Balthasar Gerards. Dat is in 1584. Dus. Ja, dat is natuurlijk wel, als we het dan toch hebben over Nederlandse geschiedenis, is dat wel een zeer belangrijke datum. Dat is, ja, dat is toch een van onze, ja, hoe zeg ik dat? Onze voorvaderen, nee, ja, ik weet niet hoe het zegt. Ja, voorvaderen, onze vrijvechter, onze held, wordt neergeschoten door Balthasar Gerards. Die overigens een vrij gruwelijke dood sterft. Hij wordt gevierendeeld uiteindelijk nadat hij wordt gemarteld. Dus dat is best wel een gruwelijke dood. Ja, als we dan nog meer hebben over gruwelijke dood, dan moeten we het echt hebben over 11 juli 1995. Dat is nog vrij recent. Dat is dat Bosnische Serviërs Srebrenica innemen. Zo'n 8000 mannelijke inwoners worden afgevoerd en vermoord. Ja, een zwarte bladzijde denk ik in de Nederlandse geschiedenis, want wij waren daar om hen te beschermen juist. Vanuit de VN, hè, VN Blauwhelmen. Dus dat is ja, een smet op ons blazoen, om het zo maar te zeggen. Er zijn natuurlijk recentelijk wel ook rechtszaken geweest, waarbij er gekeken werd, ja, zijn de Nederlanders nou echt verantwoordelijk? Zijn er fouten gemaakt? Waar liggen de verantwoordelijkheden? Ja, dat blijft altijd een hekelpunt. Vooropgesteld natuurlijk dat die soldaten die dat hebben meegemaakt, ja, die voelden zichzelf daar natuurlijk al rot genoeg door. En eigenlijk wordt er al een aantal keer geconcludeerd dat op een hoger niveau, dus op generaal niveau, dus niet op soldaatniveau, maar op generaal niveau gewoon fouten zijn gemaakt of dingen onderschat. Zo zou Srebrenica als veilige haven aangeduid zijn, maar zou de top ook geweten hebben dat het eigenlijk helemaal niet kon zijn, maar dat soort dingen. Dus dat is best wel heavy. 9 juli 1596 trouwens. Zien we dat Johannes Kepler uit de doeken deed hoe volgens hem het kosmos eruit zag. En hij heeft eigenlijk als eerste het heliocentristische theorie van Copernicus heeft hij gebruikt als uitgangspunt. Dus hij plaatste de zon in het midden van de kosmos als centraal lichaam. Dat is wel interessant. En hij schreef daar een boek over. Nou, dat was 9 juli 1596. Dus dat is interessant. Ja, ik ben alweer een tijdje aan het praten. We zitten alweer in de 30ste minuut. Vorige keer hebben we natuurlijk heel erg uitgebreid gehad over de Eerste Wereldoorlog. Ja, dit is echt de laatste item wat we er nu in ieder geval aan willen besteden. Tenzij jullie natuurlijk met heel veel vragen komen. Ja, we willen het graag weten. Laat het ons horen. En het hoofditem, of tenminste het stukje wat ik nu is eigenlijk het verloop van de Eerste Wereldoorlog. En daarna laten we de Eerste Wereldoorlog even rusten voor wat die is. De Eerste Wereldoorlog werd trouwens vooral in Europa gevoerd. Maar niet alleen.
En waarom wordt die dan wereldoorlog genoemd? Want veel Engelse en Franse troepen vanuit de koloniën, die worden eigenlijk naar Europa gehaald. Dus denk aan uit Afrika, denk aan Marokkaanse troepen, Algerije komen troepen vandaan. En die worden in Europa ingezet. Maar er zijn ook gevechten die daadwerkelijk in de koloniën plaats hebben gevonden. Denk weer in dat Afrika. Maar denk ook op de zeeën. Die schaal van die gevechten buiten Europa vielen natuurlijk wel in het niets. Als we kijken naar de intensiteit van wat de gevechten in Europa zelf zijn geweest. En na 3 jaar oorlog in 1917 waren eigenlijk de centralen uitgeput. Nou, centralen zijn Duitsland, Italië is al overgelopen trouwens. De centralen zijn natuurlijk Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, de Ottomanen. Maar dat gold natuurlijk ook voor de geallieerden. De Fransen, de Russen en de Britten. En dus ook die Italianen die volgens mij in 1915 over zijn gestapt naar de geallieerden. Lekker sneaky van ze. Dus je ziet dat er eigenlijk een soort padstelling is van allebei zijn ze uitgeput. En wat nu? Je ziet ook trouwens dat de Russen eruit stappen. Hè? Want er is natuurlijk de Russische revolutie vindt plaats in 1917. Dus die stoppen ermee. Dus eigenlijk zie je dat aan de oostkant van Duitsland. Ja, daar is eigenlijk geen gevaar meer. Die Russen vallen weg. Dus al die troepen kunnen ze verplaatsen van het oosten naar het westen. Dus dat was natuurlijk niet echt handig voor die geallieerden. Voor de Fransen en de Britten. Maar uiteindelijk zie je dat ook de Verenigde Staten meedoet aan die strijd. Die kon natuurlijk heel veel verse troepen sturen. Die had nieuwe gelden eigenlijk. En daardoor konden dus die geallieerden alsnog winnen. Daarbij moet gezegd worden. En dit is echt een stukje, vind ik zelf. Ik heb daar mijn scriptie over geschreven. Namelijk de gevechten in het Midden-Oosten. Het Ottomaanse Rijk. Je moet het maar opzoeken. Het is echt een supergroot rijk. En iedereen wil daar een hapje van. Iedereen wil daar een stukje van. Die Britten. Die Fransen en eerst de Russen ook, die wilden een stukje van dat Ottomaanse Rijk. En dat verdeelden ze dan ook onder elkaar, die Britten en die Fransen, in het Sykes-Picot-verdrag. En daarbij verdeelden ze dus grote delen van het Midden-Oosten onder hunzelf. Ik zal het plaatje posten op Twitter van het Sykes-Picot-verdrag, dan kan je het zien. Maar het frappante was dat die Britten, ook die Arabieren die in dat Ottomaanse Rijk leefden, die hadden ze ook gemobiliseerd om oorlog te voeren tegen hun Ottomaanse overheersers. En je ziet op het moment dat er nationaliteiten opkomen, dat ook dus bij die Arabieren gebeurt, de Arabische nationalisme. En zij willen weer onafhankelijk worden van die Ottomanen. En ze willen weer een groot Arabisch Rijk. Want dat hebben ze gehad, hè. Vergeet dat niet. Onder de Omeyyaden en de Abbasiden waren gigantische Arabische rijken met gouden eeuwen van de Arabieren. Waarbij echt heel veel vooruitgang is geboekt. En dat willen ze weer terug. Ze zoeken weer terug. Ze willen weer terug naar die oude tijden. En die Britten die zeggen tegen die Arabieren, als jullie met ons meevechten en die Ottomanen verslaan, top, dan geven wij jullie een groot Arabisch Rijk. Dus dat doen die Arabieren. Maar ja, zoals we net hebben vastgesteld, die Fransen en die Britten, die verdelen ook het Midden-Oosten onder zichzelf in dat Sykes-Picot-verdrag. Nou, dat bijt natuurlijk al met elkaar. Dan als laatste zie je eigenlijk dat die Britten, ja, op een gegeven moment, zoals ik net al zei, zijn die geallieerden zijn ook uitgeput, net zoals de centrale. En ze zoeken nieuw geld. En waar vinden ze nieuw geld? Ze vinden nieuw geld bij de Joden. He, de Joden die vanaf de middeleeuwen eigenlijk alle beroepen moeten doen met geld, omdat het niet christelijk is volgens de christenen, om geld bijvoorbeeld uit te lenen en te handelen in geld, dat mag eigenlijk niet. Dus de Joden moeten die banen opknappen. Waarbij de Joden geen andere beroepen mogen uitoefenen. Maar goed, omdat zij dus met zoveel geld aan het werk zijn en zoveel handelscontacten hebben, wordt het een heel rijk volk. Die Britten zoeken dus die steun van de Joden. En die verklaren in de Balfour-declaratie op een gegeven moment dat zij achter het idee staan van de Joden, dat de Joden een eigen staat krijgen in Palestina. Dus je ziet eigenlijk dat die Britten 3 beloftes doen. 1, ze delen Sykes-Picot op. Of ze deden het Midden-Oosten op tussen Sykes-Picot. 2, ze beloven de Arabieren een enorm rijk. En 3, de Joden mogen een eigen nationaal thuis in Palestina. Nou ja, je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen dat dat niet kan, wat zij beloven. Het bijt elkaar, het werkt niet. Sowieso is het natuurlijk waar de Arabieren zaten niet echt te wachten op de Joden. Daarbij, ja, als ze op een gegeven moment dat Midden-Oosten opdelen tussen de mogendheden, worden de Arabieren daar ook niet blij van. En je ziet dus dat de onrust die nu in het Midden-Oosten een beetje aan de gang is, dat daar toch echt wel begonnen is.
Het Sykes-Picot-verdrag overigens wordt bekendgemaakt door de Russen. Na de Russische revolutie zie je dat de socialisten die vinden die kaart, die Sykes-Picot-kaart. Het was trouwens ook gewoon niet veel meer dan dat, hè, een kaart waarbij de lijnen werden getekend. Dus hou even Twitter in de gaten. Ik probeer het morgen, of probeer het vrijdag, ja morgen dus voor als je dit luistert, probeer ik het op Twitter te zetten. Ja, dus dat is nogal een probleem, maar in eerste instantie krijgen ze het wel voor elkaar. Die Ottomanen die zijn eigenlijk te druk bezig met interne rust te behouden, met hun gevecht tegen de Arabieren, de Arabische nationalisten. De Joden die in de vorm van bijvoorbeeld Amerika, want daar waren veel Joden, zaten veel Joden in de overheid, dus die steunen die oorlog. Dus nieuwe Amerikaanse troepen en uiteindelijk winnen de geallieerden, winnen de Eerste Wereldoorlog. Zo, een hele wirwar dus van dingen. Je ziet wel trouwens dat nadat het Von Schlieffenplan, waar we het vorige keer over gehad hebben, die aanval op Frankrijk door België, dat op het moment dat die vastloopt, dan blijft het dus ook vast, hè. De grenzen verschuiven eigenlijk niet. Een bloedige strijd dus. En enorme verstrekkende gevolgen, zeker als je kijkt naar die beloftes die de Britten hebben gedaan. Nou komen we toch echt op de quizvraag, het antwoord op de quizvraag. De bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 is eigenlijk de start voor de Franse Revolutie. De Franse Revolutie die ze natuurlijk nog steeds vieren. Zeer bloedige revolutie ook. En dit is vooral een stukje voor mijn mattie. En ik denk dat het misschien leuk is als ik hem even ga bellen. Kijken of het werkt. Ik ga straks checken of jullie het kunnen horen. Zo niet, dan knal ik het er gewoon uit. Knip ik het eruit. Maar goed, dit is misschien wel leuk. Even kijken, even bellen. Gaat ie? Yo, Mattie. Hallo. Ik ben aan het opnemen. Oh, je bent aan het opnemen. Ja. Oh, oké, en waar heb je het nu over dan? Franse Revolutie. Oké. Dude, go. Bastille. Ja, de bestorming van de Bastille. Ik heb hem hier voor me. Ik heb echt al heel veel uitgelegd over de Nederlandse. Was kijksvraag voor Nederland. Ik heb het gehad over de Eerste Wereldoorlog. En ik ben aangekomen bij de bestorming van de Bastille. En ik moet toch even mijn Mattie bellen. Misschien dat hij het weet. Nice. Ja, wat wil je weten? Ja, nou ja. 14 juli 1789 hebben we de Bastille bestormd. Ja. De druppel die de emmer doet overlopen is natuurlijk dat een populaire minister wordt ontslagen. Maar goed, volk is. Zo, ja, je bent ziek, hè? Ik heb het al gezegd. Ja, klopt. Bevolking is natuurlijk al pist omdat ze zoveel belasting moeten betalen. En dat er uiteindelijk blijkt dat heel Frankrijk weer bankrupt is. Maar ja, wat kan je nog meer vertellen over het verloop, hè? We weten allemaal dat het bloederig is. Veel, hoe noem je dat? Dinges, koppen rollen. Nou ja, je weet, ja, het begin is natuurlijk nog niet, de guillotine is er nog niet natuurlijk in die periode. En er is ook vooral heel veel frustratie tegen het huidige politiek, zou ik maar zeggen, van Lodewijk de 16e. En er is natuurlijk ook een militie in het leven geroepen. Alleen ja, de bevolking zelf heeft geen wapens. En in principe, sorry, dat is die ook gaan verkrijgen door Bastille te gaan bestormen. En in die zin ook vijanden van de staat te bevrijden. Het vervelende alleen is dat er echt flinke criminelen zitten die eigenlijk daardoor ook vrijkomen. Ja. Ja, en eigenlijk, maar ik begreep ook altijd dat het niet zoveel, dat het niet zoveel was in die gevangenis, toch? Nee, dat klopt. Er was eigenlijk niet zo heel erg veel te vinden. Alleen het werd compleet opgeblazen natuurlijk. Als eigenlijk gewoon propaganda. Maar ja, goed, het is wel natuurlijk eerst de grote gewelddadige bloedbad wat ontstaat in Frankrijk.
En zo ook worden de bewakers en de soldaten zijn of bewakers, die worden echt heel bloederig wel vermoord. Ja. Maar ondanks ze eigenlijk vijanden van de staat aan het verdedigen zijn. Echt flinke moordenaars en zo. Ja. Nou. Ja. Ja, ik ben zelf niet zo in de Franse Revolutie. We zien wel natuurlijk op een gegeven moment dat er een soort... als op een gegeven moment alle leiders gewoon kopieklein worden gemaakt... dat er een gat komt in een machtsgat, zeg maar. Machtsvacuum, zo heet het. En dat Napoleon daar natuurlijk inspringt. Ja, dat is natuurlijk niet gelijk. Dat is echt heel geleidelijk. Want je weet, Robespierre, ik weet niet of je het over Robespierre hebt gehad. Nee. Dat is meer jouw ding, weet je. Dus... Robespierre is natuurlijk degene die de directoire een beetje leidt. Dus oftewel degene die dus wanneer de Lodewijk de 16e dan uiteindelijk kopje kleiner wordt gemaakt. Die neemt een beetje de leiding daarin. En wat er dus gebeurt is dat ze alle vijanden van de beweging, van het volk, die gaan ze vermoorden. En dat loopt zo compleet uit de hand dat uiteindelijk ook de leden van het directoire onder de guillotine terechtkomen. Waaronder Robespierre. Ja. Nou, en als dat gebeurd is, dan is het echt totale chaos. En dan uiteindelijk zie je wat gebeurt er dan? Ze gaan op zoek naar een sterke man. En ja, dat is uiteindelijk dan Napoleon, die orde probeert te herstellen. En dat zie je ook door heel de geschiedenis heen dat gebeurt. Denk aan Hitler, denk aan Julius Caesar. Ja. Heavy shit. Ja, ik heb nog wel een leuk weetje over Julius Caesar trouwens. Vertel. Nou, juli, de maand juli, is vernoemd naar Julius Caesar, ten eerste. Awesome. Een inkoppertje. Ja. Ja. En het leuke is, wij doen natuurlijk altijd terugblikken per dag, per maand en zo. Maar wist je dat hij degene was die ons huidige kalender heeft ingevoerd? Holy crap, mind is blown. Ja, en dat komt uiteindelijk doordat... er waren zeg maar een aantal machthebbers nog in de Republiek, de eindtijd van de Republiek. En Julius Caesar was er één van. Die was echt een militair en die was een goede strijder. Die ging samen met Pompeii en Marcus Crassus. Dat is dus eigenlijk een van de rijke politieke mannen in Rome. Gaan ze verbond aan. Alleen Caesar wordt zo machtig dat ze hem weg willen hebben. Ja. En wat doet hij? Hij is een slimme man. Hij gaat... naar Germania en hij gaat dus, Gallië, gaat hij het land veroveren en hij wordt de held van het volk. Nou, het mooie is, uiteindelijk, na al die ellende, al die drie gasten hebben uiteindelijk oorlog met elkaar, komt hij in Rome en wat blijkt, het is complete chaos. En de kalender loopt 40 dagen achter. 40 dagen achter? Dus wat doet hij? Ja, die loopt 40 dagen. De Rome was zo'n zootje dat ze niet eens meer konden bijhouden hoeveel tijd er voorbij was gegaan. De kalender liep gewoon 40 dagen achter. En toen heeft hij dus de kalender ingevoerd, zoals wij hem weer kennen. Vet. Ja, dat is wel leuk, jullie weet je. Ja, inderdaad. Dat is vet. Ja, toch? Nou, bedankt voor je aanvulling, maat. Nou, graag gedaan. Wetenschap, hè? Nou, dank je. Dan zie ik jullie, of hoor ik jullie volgende week weer, denk ik dan. Is goed. Ik ga even checken of dat dit een beetje overkomt op deze manier. Dat komt wel goed, joh. Anders knip ik je er gewoon uit. Je weet het zelf. Nee, man. Nee. Ja. Goed, man. Oké, okay, man. Is goed. Later. Later. Wow, nou, jullie horen het. Fijn dat hij in ieder geval nog even de telefoon opnam, ondanks zijn gehoest en geproest. Dat was het eigenlijk wel voor deze week eigenlijk. We hebben alleen nog een nieuwe quizvraag natuurlijk. En dat is, welk boek werd er in 1974 verboden en werd onlangs in 2007, het verbod werd eigenlijk verlengd in 2007. Dus welk boek gaat het dan over? Weet je het antwoord, zet het op Twitter. Je kan ons vinden op het Raadspension of zoek gewoon op de Raadspensionarissen. Instagram kan je ons vinden. Je kan ons mailen, deraadspensionarissen@gmail.com. Laat het weten. Ja, ik hoop dat het een beetje een leuke aflevering was. Het was veel. Ik was alleen. Het spijt me. Ja, ik hoop dat jullie mij vergeven voor mijn crappy shit. Maar ik denk het wel. Het was heel informatief. Ik heb heel veel verteld. Dus luister terug. Donnie heeft veel verteld.
Bedankt weer voor het luisteren. Dus de rest me niks anders als jullie tot ziens te wensen. Bedankt voor het luisteren. En hopelijk volgende week zijn we weer met z'n tweeën. En Donnie, dude, I totally miss you. Ciao.